Jij bent nu voor economie aan het leren en dat is niet leuk. Maar ik heb iets voor je wat het nog veel makkelijker en leuker kan maken: namelijk digistudies.nl. Daar staan filmpjes van alle economieonderwerpen op, die je maar kan verzinnen met bijpassende begriplijsten en examenvragen erbij. En een vak, bijvoorbeeld economie, kost maar 16,95 euro. Oh, really? Ja, really? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over het bruto binnenlands product. We beginnen met een uitleg over wat het bruto binnenlands product precies is en op welke verschillende manieren we het kunnen berekenen. Als we in de economie kijken naar één specifiek bedrijf of een specifieke markt, dan bekijken we de economie op microniveau. Maar de beslissingen die al die specifieke bedrijven maken, op dus microniveau, werken natuurlijk altijd door op macroniveau. Waarbij we dus kijken naar de economie als geheel. We kijken dan naar optelsommen, zoals de totale werkloosheid in een land of het totale inkomen. Deze noemen we ook wel geaggregeerde grootheden. Geaggregeerd staat dan voor bij elkaar opgeteld eigenlijk. Een van de belangrijkste geaggregeerde grootheden in de economie is het BBP, oftewel het Bruto Binnenlands Product. Het BBP is de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten in een jaar. Dus, toegevoegde waarde van alle producten bij elkaar opgeteld in een jaar, is het BBP van dat land. We kunnen dit BBP, dus Bruto Binnenlands Product, op drie manieren berekenen. Namelijk met de objectieve methode, de subjectieve methode en de bestedingsmethode. Laten we die nu één voor één langslopen. Ten eerste hebben we dus de objectieve methode. Hierbij rekenen we vanuit de productiekant van de economie. Of nog specifieker, we kijken naar de toegevoegde waarde die er binnen een land wordt geproduceerd. Laten we even door een voorbeeld heen lopen om te kijken wat we hier precies mee bedoelen met die toegevoegde waarde. Neem de productie van een fiets. Ergens moeten de ruwe grondstoffen gewonnen worden in de natuur. Deze worden door een bepaalde partij gewonnen en verwerkt zodat bijvoorbeeld het ijzer of het rubber doorverkocht kan worden. Een andere partij koopt het ijzer en het rubber en maakt er fietsbanden van. Vervolgens koopt een andere partij de fietsbanden en samen met andere onderdelen en zet die fiets in elkaar. Vervolgens koopt een andere uh, partij, een webwinkel bijvoorbeeld, de fiets om die door te verkopen aan klanten. Bij elk stapje in dit proces wordt er een beetje waarde toegevoegd. Elke partij in dit proces koopt het in tegen de inkoopprijs en verkoopt het door voor de verkoopprijs. En het verschil hier tussen, dus tussen die inkoopprijs en die verkoopprijs, um, is de waarde die ze hebben toegevoegd met hun aandeel in de productie- of het verkoopproces. Stel, jij kan heel goed hamburgers bakken. Uh, je gaat naar de supermarkt en je koopt een bolletje, wat groenten en een stuk vlees voor bij elkaar 4 euro. Dus de inkoopprijs is 4 euro. Vervolgens zet je de hamburger in elkaar en bak je hem en is die zo lekker dat mensen er 10 euro voor willen betalen. De verkoopprijs is dan dus 10 euro. Je hebt dan dus een toegevoegde waarde in de economie gecreëerd van 6 euro. Door die hamburger in elkaar te zetten en hem te bakken. Je hebt zelf wat toegevoegd. Door alle toegevoegde waarde die in een land is gecreëerd bij elkaar op te tellen, kom je dus uit op het bruto binnenlands product. En deze manier van berekenen noemen we dus de objectieve methode. Goed, ten tweede hebben we dus ook nog de subjectieve methode. Hierbij rekenen we vanuit de inkomensvorming in plaats van de productie. Bedrijven creëren dus een toegevoegde waarde in hun productieproces. Dat hebben we net besproken. En dit doen ze met vier productiefactoren die jij moet kennen voor je eindexamen. Namelijk kapitaal, arbeid. Natuur en ondernemerschap. Een han handig ezelsbruggetje hiervoor is kano. Dus kapitaal K, arbeid A, natuur N en onder ondernemerschap O. Een bedrijf gebruikt die vier productiefactoren dus om toegevoegde waarde te creëren. Maar moet dat zelf natuurlijk ook nog betalen voor die productiefactoren de beloning voor de inzet van die productiefactoren, dus hetgene wat die bedrijven moeten betalen zodat die productiefactoren gebruikt kunnen worden, um, die, en die de, dus worden geleverd door de gezinnen. Dus die bedrijven betalen voor de productiefactoren die die gezinnen leveren. En die beloningen, die betalingen, die kunnen bestaan uit loon, pacht, huur, rente en winst. Die vijf moet je goed onthouden. Deze beloningen noemen we het primaire inkomen. Dus om toegevoegde waarde te creëren betalen bedrijven voor de productiefactoren aan gezinnen in de vorm van loon, pacht, huur, rente en winst. En deze beloningen noemen we het primaire inkomen. We kunnen het bbp dus onderverdelen in verschillende inkomenscategorieën. Wat we ook wel categoriale inkomensverdeling noemen. Voor die subjectieve methode tellen we dus al het primaire inkomen, dus de beloningen die die bedrijven tegenover de productiefactoren zetten die de gezinnen leveren. En deze kunnen we onderverdelen in meerdere inkomenscategorieën. En die tellen we bij elkaar op om tot het BBP te komen. Voor die subjectieve methode. Ook nog goed om te beseffen is dat het inkomen dus wordt verdiend door de productie. Soms wordt er gesproken over het nationaal inkomen en soms wordt er gesproken over het nationaal product. Maar deze zijn dus gelijk aan elkaar. Aangezien dat inkomen van die gezinnen dus wordt verdiend door de productie van die bedrijven. Dus het nationaal product is eigenlijk gelijk aan het nationaal inkomen. Goed onthouden. Nationaal inkomen is gelijk aan nationaal product. Oké, okay, ten derde en de laatste manier om het bbp te berekenen is de bestedingsmethode. Deze is vrij simpel. Hierbij wordt er namelijk gewoon gekeken naar de totale hoeveelheid bestedingen die er bij binnenlandse ondernemingen zijn gedaan door gezinnen, bedrijven en de overheid. Dus voor het bbp van Nederland wordt er dan gekeken naar wat er allemaal is gekocht bij Nederlandse bedrijven door de gezinnen, bedrijven en de overheid. Dus voor die uh, derde manier en dat is dus die bestedingsmethode. Dat was het alweer voor deze video. Vond je dit nou een fijne manier van leren? Kijk dan even op de website van DigiStudies. Daar staan namelijk nog veel meer en uitgebreidere video's over alle examenstof. Geef ons ook even een like en abonneer je op ons kanaal. Doei.